Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Dus alle lof en aanbidding geven wij aan de Heer. Sebab hanya oleh anugerahnya. Want alleen door zijn genade. Kita sama-sama berada di tempat ini. Mogen wij allemaal hier zijn. Khususnya kami dari Indonesia. Met name wij uit Indonesië. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam perjalanan. Wij zeggen dank voor de nabijheid van de Heer tijdens onze reis. Sudah seminggu kami ada di sini. We zijn nu al een week hier. Tuhan sudah bersama kami. En de Heer is al met ons. Dan siang hari ini kami diterima dengan baik oleh Bapak Pendeta Ricky. En deze middag zijn we ook goed ontvangen door Broeder Ricky. Hati yang gembira, penyambutan yang baik. En dank voor het blije hart en een hartelijke welkom van Broeder Ricky voor ons. Sudah keempat kali saya datang di Belanda, selalu dikasih kesempatan di tempat ini. En ik ben al vier keer naar Nederland gekomen en elke keer krijg ik de gelegenheid om hier te preken. Pak Ricky baru satu kali di Indonesia. Bapak Ricky pas één keer bij ons in de kerk gepreekt heeft. Tapi saya yakin sekali waktu akan ketemu lagi di. Maar ik ben overtuigd dat ik nog een keer Pak Ricky in de Indonesië zal tegenkomen. Waarom berkati kita semua. De Heer zegent ons allemaal. Kita akan mendengar firman Tuhan. En we gaan zo meteen naar Gods woord luisteren. Kita buka dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Wij gaan openen Kolossenzen 2 versen 6 en 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nu gij Jezus Christus de Heer aanvaard hebt. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Wandelt in Hem. Hendaklah kamu berakar. Geworteld. Di dalam Dia. Geworteld. Dibangun di atas Dia. En dan opgebouwd wordend in Hem. Hendaklah bertambah dalam iman. Bevestigd wordend in het geloof. Yang telah diajarkan kepadamu. Zoals u geleerd is. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Overvloeiende in dankzegging. Waktu saya sampai, toen ik aangekomen was, saya dengar lagu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Heb ik een lied gehoord dat zegt voor God is niets is onmogelijk. Itulah lagu yang mengantar saya tadi naik tangga masuk gereja ini. Dat is dus een lied dat mij hier naartoe leidde toen ik naar deze kerk ging. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dus voor God is niets is onmogelijk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dus voor God is alles mogelijk. Baik kami di Indonesia, Tuhan itu sama. Dus of wij nu in Indonesië zijn, dengan Tuhan yang ada God di Den Haag. Is dezelfde God hier in Den Haag. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dus voor God is alles mogelijk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dus voor God is alles mogelijk. Saya ingat ayat. Dan malam saya berdoa Tuhan mau kasih apa. En gisteravond heb ik gebeden tot de Heer. Heer, welk woord wilt u aan mij geven? En dit is wat de Heer mij herinnert. Kamu yang sudah menerima Kristus Tuhan. Dus nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt. Christus itu adalah Tuhan. Christus is de Heer. Pada waktu dia lahir. Dus toen hij geboren werd. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Dus in Lukas 2 vers 11. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dus Lukas 2 vers 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dus u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. Waktu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf. Dus toen de engel van de Heer tot Jozef sprak. Namakanlah dia Yesus. Geef de naam Jezus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Want hij wordt de heiland die het volk van alle zonden zal bevrijden. Tapi waktu malaikat Tuhan bicara kepada gembala-gembala. Maar toen de engel van de Heer tot de herder sprak. Malaikat berkata. Zei de engel. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. U is heden de heiland geboren. Yaitu Kristus. Namelijk Kristus. Dan ada satu yang ditambahkan di sini, Tuhan di kota Daud. En dan staat hier ook nog toegevoegd de Heer in de stad van David. Kepada Yusuf, dus, malaikat hanya katakan Yesus penyelamat umatnya. Dus tegen Yosef zei de engel
Jezus is de heiland van zijn volk. Kepada gembala-gembala ditambah satu lagi, Tuhan. En tegen de herders is nog toegevoegd dat hij de Heer is. Jadi Yesus yang kita imani, yang kita sembah. Dus de Heer Jezus die wij geloven en die wij aanbidden. Bukan saja menyelamatkan kita dari dosa. Dus hij is niet alleen maar degene die ons heeft vrijgekocht van onze zonden. Tapi dia Tuhan. Maar hij is ook Heer. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. En hij is Heer boven alle Heeren. Dia penguasa. En hij is de Heerser. Dia pemilik. En hij is ja, de eigenaar. Langit dan bumi kuasanya ada di dalam kuasa langit dan bumi ada di tangan dia. Dus de kracht van de hemel en de aarde zit in zijn handen. Pada waktu Yesus masih melayani belum naik ke surga. Dus de Heer Jezus nog aan het dienen was, nog niet dia aan cuma hemel. Tanya melalui murid-muridnya. Vroeg hij aan zijn discipelen. Menurut kata orang siapa aku ini? Wat zeggen de mensen wie ik ben? Murid-murid berkata begini. And the disciples zeiden, ada yang berkata salah satu dari nabi-nabi zaman perjanjian lama. Sommigen zeggen u bent een van de Johannes profeten uit het oude tijd. Of Johannes de Doper. Tapi Yesus berkata menurut kamu siapakah aku? Maar toen zei Jezus maar volgens jou, wie ben ik volgens jou? Petrus mewakili murid-murid berkata engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Petrus die nam het woord namens alle discipelen en die zei u bent de heiland de Messias van het volk. Ul ketambahan satu lagi anak Allah. En nog toegevoegd de zoon van God. Christus Mesias anak Allah yang hidup. Dus Christus is Christus de Messias, de levende Mesias zoon van itu God. Sama. En Christus jadi of Messias is hetzelfde. Yesus Kristus itu juru selamat. Dus als we kijken, Jezus Christus dia is de heiland. Allah. Hij is de zoon van God. Dia adalah Tuhan. En hij is ook de Heer. Coba saudara membayangkan seorang pribadi di sini lalu ada beberapa jabatan yang melekat pada dia. Dus kunt u zich voorstellen dat als hier een persoon zou zijn en die heeft verschillende functies of titels. Berarti orang itu punya kesanggupan lebih dari yang lain. Dus als zo'n persoon bestaat, die is het eigenlijk heel erg kundig. Die kan nog veel meer dingen dan de gewone mens. Nah, dialah yang menyelamatkan kita, saudara. En hij is dus degene die ons gered heeft. Tadi saya bersaksi tentang pengalaman waktu saya datang. Ik heb net een getuigenis gegeven over hoe ik aangekomen. Jari manis tangan kanan saya sudah berapa bulan nggak bisa dibengkok. En mijn ringvinger, rechterringvinger kan niet een maand lang gebogen worden. Erg pijn als je die gaat buigen. Jemaat kasih tahu. En de gemeentelid zei. Coba ke dokter akupuntur. Ga naar de acupunctuur. Saya datang ke Kelapa Gading. En ging naar de Kelapa Gading toe. Ditusuk ini. En werd hierin gestoken. Dua tusukan. Twee keer gestoken. Dan waktu dia tusuk pertama sakit. En de eerste keer dat hij dia gestoken heeft, lebih sakit. Hij deed het pijn. De tweede keer dat hij gestoken heeft, nog kedua. Meer pijn. Sampai saya berteriak satu ruangan. Dengan ik heb zelfs zo hard geschreeuwd van de pijn. Bilang, dokter, ini bukan penyembuhan, ini penyiksaan. En toen zei ik tegen de dokter, u gaat mij niet genezen, maar u lijkt me juist pijn. Dia bilang, memang pak, bagian yang paling sakit ditusuk di tubuh kita salah satu di sini. En toen zei die acupuncteur, klopt dat een van de pijnlijkste plekken om in te steken, dat is hier. Zei dia, kalau begitu bilang kek dulu. Toen zei ik, kon u mij eerst niet waarschuwen of zo? Diam-diam udah masuk jarum. En want ineens kreeg ik dus die naald. Tapi apa yang dia bilang sama saya? Maar wat zei hij toen tegen mij? Bapak kan pendeta. U bent toch een voorganger? Nah, dokter itu juga Kristen. En die dokter bilang, is benar. Ook een Kristen. Ik zei, ja, het klopt. Kenapa? Hoezo dan? Ingat Yesus enggak? Herinnert u Jezus? Aduh. En toen dacht tangannya ditusuk dengan, bukan saja jarum, paku. Dus de hand van Jezus werd dus niet met een naald doorboord, maar jadi met een spijkers doorboord. Yesus itu menderita. Dus de Heer Jezus heeft echt pijn geleden. Jarum suntikan sih berapa besar? Dus hoe groot is een naald? Kita semua. Saya kira kita semua udah pernah mengalami suntikan. Dus iedereen is ooit geprikt. Een naald is echt klein. Saya berteriak, belum lagi kalau paku. Dus ik heb echt van de pijn uitgeschreeuwd, laat staan een spijker. Kenapa? Untuk menyelamatkan kita. Waarom heeft u dat gedaan om ons te redden? Untuk menyelamatkan jemaat yang ada di tempat ini. Dus om de gemeenteleden hier te redden.
Paulus bilang, kamu sudah menerima dia sebagai Tuhan. Kapan kita terima? Paulus heeft dus gezegd, ja, wij hebben u al ontvangen als onze Heer. Johannes 1 ayat 12. Johannes 12 vers 1. Barang siapa yang menurut, coba kita lihat. Dus laten we even openen uit Johannes. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya pada Dus Johannes 1 vers 11 en 12, hij kwam ketika kita percaya, dus menerima op, dia. Dus op het moment dat wij in hem geloven, kita telah menerima Yesus. Dan hebben we ook Jezus geaccepteerd en geloven wij ook hem. Jemaat Kolose diingatkan oleh Paulus, kamu sudah menerima. En de gemeente van Colossensen die heeft Paulus weer in herinnering gebracht, u hebt al Jezus aanvaard. Bukan akan menerima. En niet omdat je het tapi aanvaard hebt. Sudah menerima. Maar je hebt het al aanvaard, je hebt hem al aanvaard. Saya yakin kita semua di sini dus semua setuju kita sudah menerima dia. Amin, dus, saudara. Ik geloof ook wij allemaal hebben hem al aanvaard of geaccepteerd. Waktunya beda-beda. And the tijd is anders. Di Rengas Dengklok ada yang sudah 40 tahun menerima Yesus. Er zijn al mensen die al 40 jaar wandelen met Yesus. Ada yang masih baru. Of pas nieuw. Yang gak tahu. Yang paling lama terima Kristus di sini, maaf. Ik weet niet wie hier is het langst heeft yang hier, sudah 30 tahun ke atas. Wie heeft hier al 30 jaar of langer de Heer Jezus aanvaard of geaccepteerd? Wie? 20 tahun sudah. 20 jaar misschien. Ini ibu apa? Tante Mary. Tante Mary sudah 20 tahun ke atas, 30. 50. 50 tahun. 50 jaar. Kalau diberi waktu bersaksi, gimana pendapat saudara tentang Kristus itu? En als u dan de kans heeft gegeven wordt om getuigenis te geven. Bagaimana tanggapan kita tentang Kristus itu? Hoe is uw relatie nu tot Jezus? Hoe vindt u Jezus tot nu toe? Bagaimana sikap kita tentang dia yang maaf, Ibu Mary? 50 tahun, ini bukan 5 tahun aja. En hoe is dan de houding van Tante Mary die al 50 jaar de Heer Jezus, ja, samen met de Heer Jezus wandelt? Bagi kita sekarang, kalau kita sudah menerima, bukan masalah lagi mau menerima sekarang. En voor ons die al geaccepteerd heeft, enggak, het gaat niet om van hoe lang heeft u hem tetap geaccepteerd. Tetap di dalam Tuhan, itu Amen. Yang jadi masalah. Maar het punt is, blijft u ook in de Heer? Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan, dus jij sebagai hebt Christus, penguasa dalam hidupmu, dus jij hebt Christus al sebagai als penguasa aanvaard, dalam rumah tanggamu, en als heerser over je leven en heerser over je gezin. Hendaklah kamu tetap. Dus daarom moet je ook blijven. Ada di jemaat lain, en een sudah puluhan tahun dalam Tuhan katanya. En die zei ook al, ja, tapi, ik ben al 20, meer dan 20 jaar in de Heer. Berubah. Maar die verandert iedere keer. Tidak tetap. Die is niet stabiel. Dalam Tuhan. Die is niet stabiel in de Heer. Tidak tetap dalam iman kepada Tuhan. En is ook niet stabiel in het geloven van de Heer. Tadi saya dengan Pak Yop, waktu mau datang. En net met broeder Yop toen we hierheen gingen. Lewat sebuah mobil. Wij reden voorbij de auto's. Pak Yop katakan, itu teman saya. En broeder Yop zei, dat is een vriend van mij. Rupanya Ambon dengan Ambon itu cepat matanya. Dus blijkbaar Ambonees, als hij een andere Ambonees ziet, mobilnya gaat cepat. Snel. Tapi en heran, de auto dia, reed ook snel, maar ze konden toch elkaar zien en herkennen. Saya bilang, dia mau kemana Pak Yop? Ke gereja. Oh ya, dia en ke gereja. Vroeg, waar gaat hij heen? Broeder Yop, gaat hij naar de kerk? Ya, hij gaat naar de kerk. Saya bilang, sama kita orang Manado. Maaf ya,
Wij ook na de lezen. Kalau hari Minggu gereja itu nomor satu. Op de zondag na de kerk gaan is nummer 1. Tapi kalau hari 2, hari 3, hari 4 saya tanda tanya. Maar de tweede, de derde, vierde dag heb ik zo mijn vraagtekens waar ze naartoe gaan. Cuma kalau orang Manado di Den Haag, aduh ampun. Maar de Manadonese in Den Haag, ongelooflijk. Kalau saya bisa pakai bahasa Manado, sejauh-jauh lagi lalu tidak tetap, bagaimana ini? Dus ja, ze woonden al ver van hun moederplek, zeg maar. En ze zitten nu hier. Yang tetap, yang kontinu, yang dus stabil, itu yang ditekankan is, oleh Paulus, dus dat is wat Paulus kepada jemaat Kolose. Yang tidak berubah, tidak berpindah, dus tidak bergeser. Dus niet afwisselend zijn, niet veranderen en niet opzij schuiven. Dari iman, dari pengajaran, dari penurutan, dari pelayanan. Dus itu dan, yang ditekankan oleh Paulus dus kepada jemaat yang ada di Kolose. Is wees stabiel, blijf hetzelfde in het geloof, in de leerstelling. Sebab Paulus melihat serangan buat jemaat Kolose itu, saudara. Want Paulus zag ook dat de gemeente van Kolose die werd aangevallen. Sebagai hamba Tuhan dia harus bicara ini. Kamu sudah terima. En als dienstknecht van de Heer moet hij dit doorgeven. Jullie hebben al de Heer aanvaard. Saya suka menghitung waktu-waktu, saudara. En ik hou ervan om de tijd jemaat Kolose itu dilahirkan pada penginjilan Paulus kedua, sekitar tahun 49-53 itu penginjilan kedua. Dus de gemeente van Kolose is geboren tijdens de tweede surat ini ditulis tahun 62 bersama dengan Efesus. En dat is geschreven in het jaar 62 Kolose, samen met surat-surat itu sama. 10 tahun kemudian dia ingatkan. En 10 jaar later vervolgens heeft hij ze in herinnering gebracht. Ja, die later. Geeft hij ze een herinnering. Apa yang dia telah letakkan pada 10 tahun lalu. Dus wat ik 10 jaar geleden al opgebouwd heb. Dia ingatkan. Jemaat Kolose yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu. En 10 jaar later heeft hij de gemeente van Colossense weer in herinnering gebracht. Jullie hebben 10 jaar geleden de Heer als Christus als de Heer aanvaard. Ini satu tantangan besar buat kita. En dit is dus een grote uitdaging voor ons. Saya suka mengikuti ceramah Dr. Zakir Naik. En ik hou ervan om naar Dr. Zakir. Zakir Naik. Zakir Naik. Saya kira Sugal juga suka baca itu. Misschien kent u dat en leest u dat ook graag van Dr. Zakir Naik. Dia selalu berkata begini, buktikan di Alkitab. En hij zegt ook bewijzen laten zien uit de Bijbel. Yesus bicara akulah Tuhan. Cari di Alkitab. Heeft de Heer Jezus ooit gezegd, ik ben de Heer, zoek dat in de Bijbel. Dia bilang itu ketuhanan Yesus, itu teologi Paulus. En hij zei van, ja, de heerschap, zeg maar, van Jezus, dat is een theorie van Paulus. Dia bilang, coba buktikan sama saya, dia pernah ke Bekasi. Dus hij ging een keertje ook naar Bekasi en hij zei, laat eens zien, toon eens aan, geef eens het bewijs dat hij hier is. Dia perbandingan. Dus, padahal sebelum Paulus, terwijl voor malaikat Paulus sudah bicara dulu. Heeft de engel al gezegd. Malaikat sudah ngomong. Dus de engel had bahwa al gezegd Yesus itu Tuhan. Dat Jezus Heer is. Dan banyak yang goyah. En toen begonnen mensen te wankelen. Sebab memang mereka tidak bisa lihat dalam Alkitab. Want ze zeiden, Yesus ja, Jezus heeft nooit zelf gezegd, ik ben de Heer. Kalau Yesus bicara, akulah gembala yang baik. Maar Jezus heeft gezegd, ik ben de goede herder. Akulah dunia, ada. Akulah pokok anggur yang benar. Ik ben de ware rank van de akulah kultur. Jalan kebenaran dan ik ben hidup. De weg en de waarheid. Apalagi satu, akulah kebangkitan dan hidup. En tapi, ik ben de opstanding van de dood. Perkataan akulah Tuhan. Maar de woorden ik ben de Heer. Cuma ada waktu dia menjawab di Yohanes 13 ayat 13. Dus alleen in Yohanes 13 ayat 13 heeft hij antwoord gegeven. Berkata kepada dia, engkaulah guru dan Tuhan. U bent meester en Heer. Lalu dia yakinkan, memang aku guru dan Tuhan. Inderdaad, ik ben Heer en Meester. Tapi kalau secara khusus seperti tadi saya bilang, akulah gembala yang baik. Tidak. Maar niet zo specifiek zoals hij letterlijk gezegd heeft, ik ben de goede herder.
Tetapi kalau kita lihat telusuri seterusnya Alkitab itu, kita tidak bisa ragukan. Mengapa dia bangkit dari antara orang mati? Ya, kunnen we eigenlijk niet twijfelen, want waarom kon hij opstaan uit de doden? Omdat hij Heer is. Karena dia Tuhan. Omdat nah, hij Heer is. Inilah yang harus ada dalam kekristenan kita. En dit geloof moet dus in ons Christen zijn. Kalau mungkin di Den Haag kurang. Misschien in Den Haag. Gangguan. Soal ketuhanan Kristus itu. Misschien in Den Haag is het wat minder geworden over, nah, ini penting sekali over dalam de heerschap van Christus, terwijl dit heel belangrijk is. Pengakuan tentang ketuhanan Yesus itu penting sekali dalam hidup. Dus zeg maar de belijdenis dat Jezus onze Heer is, kalau kita belangrijk. Kita bicara tentang ketuhanan, kita als we het hebben over dat Jezus Heer is, bicara tentang kekuasaannya, kepemilikannya atas kita semua. Dan spreken wij eigenlijk over zijn kracht en dat wij van hem zijn die ja, over ons leven heerst. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maar voor God is alles mogelijk. Saya yakin jemaat yang ada baik yang sudah lama maupun yang masih muda. Dus ik geloof alle gemeenteleden hier die al oud zijn of die nog jong zijn. Ketika kita dihadapkan kepada goncangan iman. Dus op het moment dat wij ja voor ja groot ja problemen staan en ons geloof gaat wankelen. Apa Paulus katakan? Gedenk wat Paulus zei. Tetaplah dalam Tuhan. Dus blijf in de Heer. Sebagai buktinya tetaplah beribadah kepada Dia. En als bewijs blijf hem erediensten ja geven. Sebab apa guna pengakuan tidak diikuti dengan tindakan? Het heeft geen zin als u beleidt, maar seribu doet niks. Seribu kali kita berkata Dia Tuhan. Want als wij zeggen Hij is Heer. Tapi tidak ada bukti dari kita. Maar er is geen bewijs vanuit untuk ons. Untuk meresponi ketuhanannya. Om respons te geven aan zijn heerschap. Melalui iman dan ketaatan kita kepada Dia. Dat kan dus wel via ons geloof en overtuiging in hem. Dia Tuhan kan. Sorry? Tuhan. Maar hij is Tuhan Heer. Di atas segala Tuhan. Hij is Heer boven alle heren. Saya pernah waktu di sekolah SLA. Dus toen ik op de middelbare school zat. Karena sulitnya ekonomi orang tua. Vanwege de moeilijkheden in de financiën van de ouders. Jadi setelah keluar sekolah siang hari. En toen ik dus van school afgestudeerd was. Saya bekerja. Ging ik werken. Pabrik bungkil. En een fabriek bungkil. Kelapa minyak diperas. Dus zeg maar die fabriek maakte dus van kokosnotenolie. Kelapa dalam, bukan kelapa sawit. Dus van de klapperboom werd dan olie geperst. Manado kan kenal dengan kelapa. Jadi kelapa itu dikeringin. Dus de kokos werd zeg maar gedroogd. Kering, baru bawa di fabriek. En dan werd het naar fabriek gebracht. Kemudian dia digiling. En vervolgens werd het dan gedraaid. Jadi kayak jagung kecil-kecil. En werd het net als kleine maiskorreltjes. Sesudah itu dia dipers. En vervolgens werd het geperst. Yang lain jadi minyak. Gedeelte is olie geworden. Yang lain jadi bungkil. En de andere is bungkil geworden. Bungkil itu nah, untuk ampas. Makanan babi, ampas. En bungkil is eigenlijk voer voor varkens. Nah, saya kerja di situ. Dus ik werkte dus in zo'n fabriek. Ada bos di situ. En we hadden ook een baas. Saya harus patuh pada aturan yang dia sudah tetapkan. Itu. En ik moest mij gehoorzamen aan de regels van mijn baas. Jam. Macam-macam. Dus onder andere tijd van werken. Dia kan tuan saya. Want hij is toch mijn baas, mijn saya heer. Tunduk. Dus ik was gehoorzaam aan hem. Kerja. Ik werkte. Itu tuan di pekerjaan biasa aja. Dus dat is een baas of een heer ya, in de seculaire wereld. Bagaimana dengan Tuhan kita? Dus hoe zit het met onze Heer? Saudara datang ibadah. U komt hier naar de dienst. Karena untuk Dia. Bukan alleen untuk vanwege Hem en voor Hem. Ja. En niet voor die andere meneer daar. Bukan berarti Om Nikin ditiadakan. Tidak. Dus niet zo belangrijk voor tapi yang paling utama kita memuji Tuhan untuk Tuhan. Maar wat belangrijk is, wij loven de Heer voor kita de Heer. Kita mengisi mana dua kota di sini sudah berkira. Dus we hebben ook hier de twee boxen gevuld. Kita mengisi dua kota ini. Dus
Dus we hebben ook deze twee boksen toegevuld voor de Heer. Dus voor wie? Voor de Heer. Sebab dia yang memberi semua kepada kita. Want hij geeft alles aan ons. Alkitab katakan segala sesuatu. Kolose 1. Dus Kolossense 1 staat dat alles. Kolose 1 ayat 17. Kolossense 1 vers 17. Ia ada terlebih dahulu. And hij is voor alles. Dari segala sesuatu. And alle dingen. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. And alle dingen hebben hun bestaan in hem. Kisah Rasul 17 ayat 24. And Handelingen 17. Kisah Rasul 17 mulai ayat 24 itu. Dus Handelingen 17 vers 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan. De God die de wereld gemaakt heeft, atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dus wat daarin is, die een heer is van hemel, aarde, juga tidak dilayani oleh tangan manusia. En woont niet in tempels met handen gemaakt. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. En laat zich ook niet door mensen handen dienen alsof hij nog niets nodig had. Karena dialah yang memberi hidup. Daar hij zelf dan nafas, aan alle leven en adem. Dan segala sesuatu kepada semua orang. En aan alles geeft. Nah, Tuhan kita cuma satu. 1 Korintus 8 ini ayat terakhir. And the last verse uit 1 Corinthians 8. 1 Corinthians 8 vers 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Corinthians 8 vers 6, laatste vers. Ja. 1 Corinthians 8 vers 6. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Situ dikatakan kita hanya satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dus hier wordt gezegd, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. En dat is Jezus Christus en dat is alles in Hem. 17 tadi katakan nafas dan segala sesuatu ada di dalam Dia. En we hebben net uit Handelingen gelezen dat de adem en alles wat er is komt van Hem. Nafas kita di tangan Tuhan. Dus onze adem is in de handen van de Heer. Pada waktu 2 tahun lalu saya di Pasar Gering. En toen ik 2 jaar geleden in Pasar Gering was. Huh? Ring jantung. Oh, hij kreeg een ring, een hartring. Waktu masuk pun tekanan darah naik sudah. En toen ik dus de operatiekamer inging, ging mijn bloeddruk omhoog. 210. 210. Per 110. 210, 110. Dokter bilang, Pak, kenapa tekanan darah naik? En de dokter zei, waarom is uw bloeddruk zo hoog? Saya bilang, Dok, ini bukan tempat saya. En toen zei ik tegen hem, maar dokter, dit is niet mijn plek. Bapak takut, bukan. Bent u bang? Nee. Saya tidak biasa di sini. Ik ben niet gewend om hier te zijn. Tapi jantung saya dok. Maar mijn hart ging echt tekeer. Mijn hart ging echt tekeer. Jadi apa saya ini dia? Dus wat gaat er met mij gebeuren straks? Waktu dia sedang kerjakan. Dus toen die dokter aan het opereren was. Dia bilang, Pak, ini bukan penyumbatan 60% dan 80%. En hij zei van, dit gaat u iets van 60-80% beter. Ini sudah 90%, Pak. Maar het gaat u zelfs 90% geven. Waduh. Saya bilang, diam aja, jangan ngomong. En ini bisa putus napas ini. En toen zei ik, praat nou niet, want ik kan bijna haast niet ademen. Lalu saya berpikir, aduh, jangan malpraktek ini sebentar. En ik dacht, als het geen malpraktek wordt. Tapi saya ingat, hidup itu, napas itu adalah dari Tuhan. Maar toen dacht ik, mijn leven en mijn adem zijn in de handen van de Heer. Akhirnya lolos, sekarang udah mau 2 tahun. En uiteindelijk 2 jaar later, ja, naik turun tangga di Paris kemarin. En gisteren gingen wij de trap af naar Parijs. Gelijk om te testen of mijn hartring het goed doet. Hidup ada di dalam Tuhan. Dan segala sesuatu, sebutkan segala sesuatu. En dus het leven en anak alles. Muda jangan khawatir.
Hiduplah di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Calon istrimu ada di dalam Dia. Calon suamimu ada di dalam Dia. Kita harus iman itu. Jangan putus asa. Tuhan, kenapa sudah 36 tahun belum dapat istri? Jangan khawatir, belum waktunya. Segala sesuatu, kata firman Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan pun ada dalam tangan Tuhan. Yang mau ke Indonesia jangan tahu, takut. Tuhan penguasa darat, udara, dan laut. Kita nyanyi bagi Tuhan tidak ada mustahil, kita takut. Dus als wij zingen, ja, voor God is alles mogelijk, maar we zijn bang. Jangan khawatir, saudara. Dus wees niet bezorgd, broeders en zusters. Semua di tangan Tuhan. Alles is in saya yakin ini gereja juga punya Tuhan. Ik geloof ook dat deze kerk is van de Heer. Punya Tuhan. Is van de Heer. Dan saya yakin Tuhan tahu apa yang Dia akan kerjakan di sini. En ik ben ook overtuigd, sebab de Heer weet wat Hij aan het doen is hier. Banyak orang yang pesimis hari-hari. Heel veel mensen zijn pesimistisch de laatste tijd. Paulus bilang, kamu yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Maar Paulus heeft gezegd, jij die Jezus als Heer aanvaardt, blijf, berkembang. Blijf in Hem en bouw jezelf op, groei in Hem. En de Heer die wij aanbidden. Tidak pernah berubah kemarin, hari ini, selama. Verandert niet, gisteren niet, vandaag niet, en amen. Morgen niet, en in eeuwigheid niet. Waktu saja yang membatasi. Alleen de tijd is ons tot de grens. Tuhan memberkati kita semua. De Heer zegt.